Hoi, ik ben Jay Blekroef en je kijkt naar Complex Photobooth. Een gebakken ei, een omelet met uitjes, peper, alles top en aan met een pistoletje. Chicken wings, for sure. Rotterdam, dat is echt mijn hometown. Drake, een dolfijn. Love and Basketball, Get You van Daniel Caesar. Ex on the Beach, Daily Paper. Mijn Yeezy 700 die ik aan heb nu. Ik was een heel erg blij kind, ben een heel erg blij mens eigenlijk. Ik ben geboren in Rotterdam en toen zijn we verhuisd naar Barendrecht. Eigenlijk op een jonge leeftijd, want ik had niet heel veel vrienden of vriendinnen daar. We wonen naast de Kuip en het is niet echt een omgeving waar een gezin dan opgegroeid. Ik heb leren fietsen op een parkeerterrein van vrachtwagens. Ik had niet echt vrienden waar ik dan mee kon buiten spelen. En Barendrecht had dat wel, dus toen waren we daarna verhuisd. Ik denk dat mijn ouders me zouden omschrijven als een heel erg lief kind. Ik ben heel erg zachtaardig, soms een beetje te. Ik had altijd veel vriendinnetjes en ik was gewoon heel aardig tegen iedereen. Ja, deze foto zie je ik als kind en dan had ik een danswedstrijd gewonnen. Ja, dansen was eigenlijk, ik vond het altijd wel leuk. Maar het was maar één of twee keer in de week en ik wilde ook nog iets erbij doen. Toen ben ik eerst begonnen met turnen. Nou, dat was echt absoluut geen succes. Ik was altijd super lang en onhandig, een beetje klungelig. En toen mochten al mijn vriendinnen door naar de selectie, behalve ik. Dus toen was het voor mij een moment van, ik moet echt iets anders gaan doen. En ik was altijd super lang, dus toen zeiden ze, waarom ga je niet een keertje basketbal proberen? En ja, dat heb ik toen gedaan en dat vond ik echt meteen super leuk. Soms vond ik het vroeger wel vervelend om heel erg lang te zijn. Ik was eigenlijk al 1,83 toen ik echt 11 of 12 was. Dus dat is wel gewoon een stuk langer dan je klasgenoten. En ik had dan natuurlijk, hoort erbij, ook goed grote voeten hebben. En nou, als iedereen dan met die Skechers liep of die schoenen met die rollertjes, dan kon ik dat nooit aan. Want ja, dat verkopen ze natuurlijk niet in maat 43. Dus dat was soms wel lastig. En je gaat je dan soms ook een beetje klein maken, omdat je wilt ook gewoon bij de rest horen. Dus daar was ik soms wel onzeker over, ja. Je ziet daar dus ik met mijn teamgenoten. Je teamgenoten betekenen echt heel erg veel voor mij. Ja, het is soms heel erg lastig om vriendinnen te houden die zeg maar niet aan basketbal doen. Want niet iedereen begrijpt het. Ik miste altijd feestjes en ik ging niet drinken. En ik kon nooit op verjaardag of zo komen, want had ik altijd training. Dus sommige mensen dachten echt van, waarom geef jij zoveel om basketbal, weet je? Doe eens een keer wat anders of zo. Maar deze meiden die snappen dat, omdat ze natuurlijk hetzelfde doen. Soms is het wel lastig om zoveel met basketbal bezig te zijn. Ik heb het soms zelfs, vooral als ik dan nu kijk naar mijn vrienden van de middelbare school nog in Barendrecht. Die vrienden die wonen dan nu op zichzelf en zitten allemaal studentenfeestjes en gekke dingen doen. En ja, dat past gewoon niet in mijn wereldje op dit moment. Ja, dat basketbal dus een mannensport is, ik vind het natuurlijk van niet. Maar het wordt inderdaad vaak gezegd. Ik merkte het vooral als mensen dan aan mij vroegen van, wat voor sport doe je? Dan zei ik basketbal. Dan zeiden ze, wat leuk joh voor een meisje. Toen dacht ik echt, inderdaad, leuk. Op deze foto zie je dat ik mijn eerste Europees kampioenschap had gespeeld. Dat was wel echt een belangrijk moment voor mij. Toen zag je dus ook dat er scouts aanwezig waren voor Amerika. En toen is eigenlijk die interesse een beetje gekomen van, je kan dus ook meer ermee doen. En grotere dingen bereiken dan alleen dit, zeg maar. Dit was dus het moment dat ik instroomde in het programma. En dat heeft eigenlijk alles voor mij veranderd. Want daarvoor trainde je dan 5 keer of zo in de week. En dat klinkt misschien veel voor mensen, maar daarna ging het natuurlijk naar 10 keer en dat is wel echt een verschil, want je doet ook nog fitness erbij. En ik woonde dan ook niet thuis. Door de week was ik altijd in Amsterdam en dan was ik in het weekend ging ik dan naar huis. Ja, ik had inderdaad geen tijd om te gaan werken en we kregen in Nederland niet betaald. Maar als je naar Amerika gaat, dan krijg je wel betaald. Maar er zitten ook wel kleine dingen bij, zoals bijvoorbeeld gear dat we dan kregen, een trainingspak. Tenues en ook toernooien, dat werd ook door de bond dan betaald. Na EK onder 18 werd ik gescout om naar Amerika te gaan.
En dat ging eigenlijk heel erg snel. Er waren meteen een paar offers die ik had gekregen. En uiteindelijk heb ik gekozen om naar University of South Florida te gaan. Ik denk het grootste verschil tussen sporten in Nederland en sporten in Amerika is hoe groot de sport is. In Amerika was het echt zo bizar. Echt, je bent een soort van superster daar. En dat was ik helemaal niet gewend. Want zoals ik al zei, als je dan vertelt dat je basketbal doet, dan zijn mensen een soort van verrast. En daar is het echt van, ja, het gaan mensen er soort van uit als je lang bent dat je dan basketbal al doet. Het is gewoon veel normaler daar. En ik kwam daar aan en er waren fans en heel veel mensen die investeren. Donaties, alles is zo groot daar. En dan ga je met privévliegtuig gingen wij dan naar de wedstrijden. Nou, dat is gewoon iets wat je in Nederland echt nooit zult zien. Ja, dit was mijn favoriete herinnering. Het was in Rusland, in Moskou. En ik zit daar heel blij te springen, omdat ik het heel erg tof vond om daar te zijn. Wat ook wel grappig is, ze gingen dus naar Rusland. En nou, er waren daar echt geen donkere mensen. En toen kwam ik daar aan en iedereen ging naar mij kijken en wilde foto's maken. En toen we de wedstrijd hadden gespeeld in Rusland, toen, nou, als jonkie speel je natuurlijk helemaal niet zo heel veel. Nou, ik had gespeeld en ik had het gewoon normaal gedaan. Eén goede wedstrijd. En ja, en iedereen kwam naar de wedstrijd naar me toe. Oh, je bent echt mijn favoriete speler. Mag ik een handtekening? Mag ik een foto? Dit. En ik dacht echt, oké, ja, prima. Ik ben niet zo bijzonder. Maar dat was gewoon waarschijnlijk omdat ik een kleurtje had. En dat, ja, Russen zijn dat niet echt gewend. Ja, je ziet me daar met mijn ouders op de foto. Ja, dat zijn echt de belangrijkste personen eigenlijk voor mij. Familie is sowieso super belangrijk voor me. Maar zonder mijn ouders had ik het echt niet gekund allemaal. Ik denk dat talent en hard werken is natuurlijk super belangrijk in basketbal. Maar als je de support niet hebt van thuis, dan is het heel erg lastig. En ook vooral het loslaten. Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van nee, ik wil niet dat je naar zo'n topsportprogramma gaat, zoveel gaat trainen, dat je van huis bent. Dat wil ik niet. Hadden ze ook kunnen zeggen. Maar ze hebben ervoor gekozen om mij echt mijn droom te laten naleven. En dat, ja, zonder hun had ik dat echt niet gekund allemaal. Het is zeker lastig. Mijn moeder vond het heel erg lastig om me los te laten. Want ik was 15 toen ik op mezelf ging wonen. En ja, dat is natuurlijk super jong. Ja, als ik dus Amerikaanse basketbal en Nederlandse basketbal zou vergelijken. En wat ik dan beter vind aan Nederlandse basketbal is denk ik misschien hoe de personen zeg maar zelf zijn. In Amerika worden mensen heel erg gepusht door hun ouders al vanaf een jonge leeftijd. En dat maakt ze misschien een betere basketballer. Maar het is ook, ja, sommige mensen hebben echt een beetje soms een naar karakter ervan gekregen. Omdat ze zo gepusht zijn door hun ouders en alles alleen maar om basketbal draait. Volgend jaar ga ik dus in New York spelen. En eigenlijk wil ik daar gewoon killen. Ik wil daar gewoon een belangrijke rol krijgen. En ja, gewoon nog beter worden ontwikkelen als basketbalspeelster, maar ook als persoon. Ik denk dat New York echt een goede omgeving is voor mij om gewoon het uiterste uit mezelf te halen. Dit was Complex Photoboot. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Complex Nederland.